steeds. We zien allemaal gassen. Oh, ik vind dit dus heel eng, hè? Ja, ik ook. Zullen we anders gewoon even googlen? Hoe werkt een sauna? Moet je er niet iets van zuur... Hoe? Ik hoor wel iets. Het ding gaat toch niet ontploffen? Ik heb nog gelopen van niet. Oh, hier joh! Ah! Hoi, welkom bij deze nieuwe vlog. 6123, vandaag gaan we weer iets gaafs doen. Even een stukje proberen. Ik bel jou zo even terug, ja, want ik zit midden in opnames. Hoi allemaal, welkom bij deze allerlaatste weekvlog van het cursusjaar. Hoe leuk is dat? Nou ja, misschien voor jullie wat minder leuk, maar ik heb lekker even vakantie. Ik heb er heel veel zin in. En we sluiten deze laatste weekvlog natuurlijk goed af. Samen met Hanna, een vriendin, ben ik naar Dijvel geweest in Duitsland 5 dagen. En 1 dag daarvan hebben we gevlogd. En het was zo leuk. Ik zeg, kijk mee. Zit je een beetje te genieten? Ja, heerlijk die Griekse yoghurt. En hier schijnt ook nog eens de zon. Het is echt een prachtig uitzicht. Ja, hè? Hou ik nog een beetje vol met me? Net aan. Net aan. Nou, ik ga weer naar Nederland. Jojo. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wij staan in Duitsland. En we zien er een beetje gek uit. Want we zijn op vakantie. En wat gaan we doen, Han? Mountainbiken door de bergen. Nou ja, eerder gezegd heuvels. Ja, dus. Met wel wat hoogtes. Laat ons even zien waar we onze fietsen vannacht hebben neergezet. In de slaapkamer. Ze hebben heerlijk geslapen. We waren bang dat ze gestolen zouden worden. We hebben geen last van gehad in ieder geval. Dus kijk, die staan in de kamer die we niet gebruiken. Dus klaar om te gaan in ieder geval. Heb je er zin in? Ja! Nou, Kar, vertel eens je eerste ervaringen op een mountainbike. Toppie. Gaat lekker. Ik moet zeggen, er zit natuurlijk wel een motortje in. Dus we gaan lekker snel. We hoeven zelf niet zoveel ja, te doen. Ja, kijk daar zo. Maar het is prachtig hier. We gaan weer verder. Doei. Ja. We hebben aardig de gang erin. Bij deze prachtige stop zijn we nu aangekomen. En even uitrusten. En dan gaan we weer door. Wat ben jij aan het doen, Hanna? En door. Helemaal niks. Nou, Han. Wat vind je ervan? Een grote punt. Maar wel lekker. Was het lekker? Was heerlijk. We kunnen er weer tegenaan, hè, de komende jaren. Oeh. Zo. Maag weer opgerekt. En we gaan zo meteen weer lekker fietsen, want het is weer droog. Omhoog. Fietsen, Han. Trappen. Nou, zo, ik hoop dat het niet ook, we hebben hier ook wat mooie teksten nog. Hier hebben we Nina en Toby. Tobias, vond ik wel leuk. Nina en Tobias. Nina en Toby hebben hun liefde laten verzegelen op deze mooie snelwegrand. Romantischer kan natuurlijk niet. Mm-mm. Dat blijft ook vereeuwigd bestaan. Hè? Vind je nog een beetje leuk? Heerlijk, genieten. Lekker die geur van het bos opsnuiven. Wel echt gemist hoor. Dat heb je in Dordrecht niet, hè? Nee, altijd stadse geuren. Wij zijn weer thuis en wat wij nu gaan doen is we gaan in de sauna. Maar het is dus even de vraag, we moeten even kijken hoe dit werkt. Lukt het dan, hè? Gewoon alle koppen aan alle koppen erin. Ja, kijk, we hebben dus ook echt een super lekker bubbelbad. Dus dat was wel echt lekker. Oh, hij tikte. Oh, even kijken. Oh, moet dit gewoon echt met vuur?
Heb je geen gebruiksaanwijzing erbij? Hij is 26 graden. Maar, Hoe heet? We zien allemaal gasten. Oh, ik vind dit dus heel eng, hè? Ja, ik ook. Zullen we anders gewoon even googlen? Hoe werkt een sauna? Moet je er niet iets van zuur... Ik hoor wel iets. Het ding gaat toch niet ontploffen? Ik heb nog grote van niet. Oh, hier joh! Ah! Oeh! Oh. Lukt het? Oh, daar staat het op. Ik mag niet meer kleren, je mag me ook niet in de prullenbak gooien. Ja, volgens mij begint dit wel op te warmen. Auw! Auw! Dat was net al heel warm! Verdraai! Auw. Oké. Okay. Er zat iemand heel hard te lachen. Nou, hij doet het in ieder geval. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe lang moet je hiermee wachten? Ik heb hem op max gezet. Zal ik hem dan even iets minder laten? Ja, anders zet je hem op zijn allerlaagst. Ja, dan gaat hij uit. Gaat hij dan naar uit? Ja. Alles op de helft. En hier kan je het mee opgieten. Dus dan kan je, ja, moet je daar water in doen en dan moet je het eroverheen. We kunnen het ook over onszelf heen gieten met koud water. Als we hier wegsmelten. Nou, hey, hier doe je helemaal. Veel plezier in de sauna. Ik dacht niet dat kleren aan in de sauna. Zoals jullie zien, geen sauna beelden. Want wat is er gebeurd, Hanna? Hij deed het gewoon niet. Nee. Hij deed het misschien wel, maar wij snapten niet hoe het werkte. Nee, dus helaas was het geen sauna voor ons. Wel een bubbelbad, dus dat was dan wel weer lekker. En nu zijn wij onderweg naar huis. Wat vind je er eigenlijk van, dat je van me af bent? Nou, wel lekker rustig. Nou, dank je. Nee hoor, ik heb echt enorm genoten. Het was super gezellig. We hebben heel erg hard gelachen. We hebben ook hele leuke en mooie en serieuze gesprekken gevoerd. Dus dat ga ik allemaal heel erg missen. Maar we hebben plannen, dus het komt helemaal goed. En we houden contact. Nou, mooi gesproken. Maar het is wel helemaal waar. Mooie evaluatie van deze vakantie. Het was echt heel leuk. We hebben genoten en nu onderweg naar huis. En we rijden inmiddels alweer in het Nederlandse landschap. Nou, doei! Maar ik ga natuurlijk niet zomaar 6 weken weg. Dat kan ik jullie niet aandoen, dus daarom heb ik een zomerserie gemaakt. Hoe of wat ga ik helemaal niet vertellen. Volgende week komt de eerste online, dus ik zou zeggen, ga lekker kijken. Zelf ben ik heel tevreden over het resultaat. Ik denk dat het hele mooie, interessante verhalen zijn, waar we allemaal wat van kunnen leren. En natuurlijk hoop ik in de vakantie ook wel wat te gaan vloggen. Dat er jullie aan het einde van de zomervakantie toch nog een soort van korte samenvatting kunnen zien. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn vlogs. En naar de andere video's die ik heb gemaakt het afgelopen jaar. Ik zou zeggen, geniet van jullie welverdiende vakantie. Want jullie zullen ongetwijfeld ook allemaal heel hard gewerkt hebben. Ga er lekker van genieten, uitrusten. En ik hoop jullie over 6 weken weer te zien.